Jawel, een nieuwe editie van de Piepshow met even kijken: 1, 2, 3, 4, ja, laten we zeggen 5 onderwerpen. Uh, met een aantal oude bekenden erbij, want uh, we moeten toch helaas weer beginnen met onze grote Franse vrienden. Ubisoft. Van Ubisoft. Um, ja, het gaat niet lekker. Het gaat, nee, het gaat absoluut niet lekker, niet lekker met Ubisoft. Wat ze ook doen op dit moment en ze doen echt wel hun best om, om uit dat dal te komen, maar dat lukt nog niet helemaal. Dat ga ik je straks ook laten zien aan de aandelenkoers. Ja, ik heb het uh, gezien. Ja, nee, Ubisoft. Um, en dit, dit, dit nou, laat ik het zo zeggen. Yves Guillemot heeft een P-cut genomen. Oftewel, zijn salaris is geloof ik 1,2 miljoen en hij heeft gezegd of 1,3 miljoen uh, en hij wil uh, dit jaar hij wil die minder. Hij wil naar 624, dus hij neemt een P-cut van ruim 3 ton um, minder salaris. En dat doet hij vanuit zichzelf. Dat is een maatregel die hij zelf naar buiten heeft gebracht. Niet, niet zozeer op social media, maar meer in een soort van jaarverslag van ik, Yves Guillemot, neem dit jaar een P-cut. Die leg ik mijzelf op. Nou ja, goed. En terecht, want daarmee geeft hij ook het signaal af dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de uh, ellende die zich binnen uh, Ubisoft aan het voltrekken is. Ja, en uh, dat is inderdaad interessant, omdat als je kijkt naar andere mensen die dat gedaan hebben. Uh, dat is bijvoorbeeld in 2011 uh, was het Satoru Iwata die 50 uh, minder salaris nam. Um, dat was omdat uh, de launch van de 3DS liep op dat moment niet heel erg lekker. En nou is het ook wel heel Japans dat dan de leiding daar verantwoordelijkheid uh, voor neemt, ook echt excuses aanbiedt. Ook de Wii U, want hij. De Wii U 2011? Was echt zijn, nee, 2014. Nee, dat is de, de Hij heeft in 2011 heeft hij gedaan. In 2014 deed hij het nog een keer. Oh, oké, okay. dus uh, dat zou best wel eens de Wii U kunnen zijn, inderdaad. En Bobby, Cottage's, uh, Bobby Cottage heeft ook nog een keer uh, uh, zijn bonussen opgegeven. Oké, okay. uh, um, maar inderdaad, dit is een, 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 een gebaar. Um, het, het, is, het is niet zozeer naar gamers toe. Het is echt een gebaar naar aandeelhouders: van... Uh, oké, okay, het gaat niet goed. Uh, het is ook een heel duidelijk signaal. Ze dus kunnen er niet meer overheen, omheen draaien. Het gaat gewoon niet Goed met Ubisoft. Um, ik ben daar deels schuld aan. Um, dus ja, dan moet ik ook maar minder gaan verdienen. Ja. En dat is vaak wel aandeelhouders vinden dat dan wel heel erg prettig, zo'n signaaltje. Nou ja, aan de andere kant. Kijk, bij Iwata kun je nog zeggen van oké, okay, uh, weet je, hij was de CEO, helaas is hij overleden. Ja. Um, waarbij ik me ook kan voorstellen dat de stress rondom uh, de gefaalde BU uh, uh, daar een rol in speelt, je weet het niet. Maar in ieder geval, um, ik, ik kan me voorstellen dat in het geval van Jewati nog zou kunnen zeggen van oké, okay, Nintendo had een andere CEO neer kunnen zetten. Mm -hmm. um, bij Ubisoft. Is Guimot voor een groot gedeelte. Ja. Uh, uh, hij zijn van de grootste aandeelhouders. Ja. En dat is altijd een hele gare situatie. Als je een aandeelhouder hebt. die ook CEO's van het bedrijf. die ga je niet zomaar wegkrijgen. Nee. En dat gaat in het geval van, van Yves Guimot. dat gaat niet gebeuren. Hij gaat niet weg bij Ubisoft. Tenzij dat hele bedrijf verkocht wordt. en hij gewoon besluit op te stappen. Dat ja. zou kunnen. Ik weet niet. heeft hij met zijn broers meerderheid. Dus 51 procent. Nee, nee, zeker niet. Zeker geen. Dus het, er, er zou een aandeelhoudersopstand kunnen komen. Tuurlijk, ja. Dat, dat, kan. dat is het uiterste. Ja, maar behalve dat, je moet je voorstellen, dan moet het zo slecht zijn. We willen ja, alle ja, ja. aandeelhouders ja, met al elkaar eens zijn dat hij weg moet. Ik zou even vertellen, als hij weg zou gaan bij Ubisoft, dan is het einde oefening. Ja, van nee, Ubisoft, dan, dan knalt het helemaal Dan in gaat de heleboel ja. boel in elkaar. Dan krijg je allemaal woke, de bielen <laughs> die elkaar daar uh, gaan bevechten, die daar de. Over willen nemen, ja, um, het gaat echt niet beter. Dat zag je bij Je ziet er bij al die bedrijven. Zachter bij Twitter, zag je dat ook? Weet je, dan ging uh, Jack Dorsey ging weg, en dan komt dan iemand voor in de plaats die extreem focus En je ziet gelijk, allemaal mensen die geband worden heel veel discussie, heel veel onrust. En die discussie, die onrust. Um, het heeft geen doel. Nee. Dat is alleen maar ruzie. En wat Ubisoft nu nodig heeft... zijn gewoon hele getalenteerde... Game makers die daar beginnen aan nieuwe projecten... Uh, die die projecten uh, kunnen volbrengen. Dat betekent dat ze daar tenminste... Drie, maar waar eerder vijf jaar uh, rustig moeten kunnen werken bij Ubisoft... Mm -hmm. zonder dat ze verwikkeld raken in allerlei politieke uh, uh, oorlogen over wie er wel en niet een abortus mag plegen. En dat is, maar dat is in deze tijd. Het klinkt bizar, maar dat mm -hmm. is, daar zijn we aangekomen nu. Dat, um, uh, en dat is Yves Kiemans grootste fout. Hij heeft die hele woke discussie in zijn bedrijf laten binnencijpelen mm -hmm. en daarmee heeft hij vergif binnengehaald. En dat is het uh, serieus, dat is het. Einde van de um, hoe noem je dat, van de gemeenschap binnen zo'n binnen dat soort bedrijven. Ja. En je kunt van alles zeggen over wat er mis ging. Helemaal eens. Weet je? Ik bedoel, als er inderdaad uh, uh, mensen, weet ik veel, seksueel geïntimideerd zijn, whatever, allemaal, dat mag niet gebeuren. Maar je moet wel de eenheid binnen je bedrijf bewaken. Ja. En dat is daar gewoon ontzettend misgegaan. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat, dat niet 1, 2, 3 uh, te veranderen is. Het nee. heeft ook te maken met een jonge generatie game makers... Die van uh, ja, creatieve universiteiten afkomen. Die allemaal echt serieus nul levenservaring hebben. Maar wel uitgesproken politieke ideeën. Um, ja die die en die willen die utopische gedachten graag in de praktijk brengen en die introduceren dat bij al die techbedrijven en dat is ja ze gaan één voor één gaan ze gewoon uh, gaan ze onderuit daardoor ja uh, het grote probleem is niet alleen er zijn een aantal problemen die spelen bij Ubisoft ten eerste uh, financieel um, Assassin's Creed Valhalla is eigenlijk de enige game die uh, Geld in het laadje brengt, dus goed geld in het laadje brengt. Nog Je steeds, Nog ja. steeds. Ja. al die andere games doen het uh, in, in verhouding. Uh, en dan hebben we het over games die het heel slecht doen, uh, tot bijvoorbeeld de Far Cry die het wel oké okay doet, maar oké okay is op dit moment natuurlijk gewoon niet goed genoeg voor uh, ja. Ubisoft. Uh, dus die games die de inkomsten vallen tegen. Uh, er zijn weinig nieuwe games komen eraan. Plus we hebben we een heel groot probleem, en, uh, en dat laat ik even zien. Uh, last year, uh, Ubisoft Universal Registration Document for uh, 2021 indicates a high risk of losing talent after a wave of abuse allegations. Departure of key talent, loss of know-how, and um, inability to attract and retain talent were still marked as high risk for 2022. Kortom, Ubisoft heeft nog steeds heel veel moeite om talentrijke developers aan te uh, 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 aan te trekken. Dus aan de ene kant gaan er allemaal mensen uit. Sommige mensen zijn eruit gestuurd omdat het gewoon uh, klootzakken uh, waren, maar er zijn ook heel veel mensen weggaan die zoiets hadden van ja, ik heb hier geen zin in man, dit, dit is gewoon niet leuk werken. Ik ga naar een indie toe of ik ga naar een ander groot bedrijf toe waar, uh, waar de rust wel is en dan kan ik gewoon lekker games maken. Dat wordt dus niet aangevuld aan de onderkant door nieuw talent, precies wat Boris zei. En dan heb je dus het probleem dat die games niet topnotch worden en niet op tijd af... En wat ik dan interessant vind, en dat laat misschien ook wel uh, jouw stelling uh, onderschrijft dat. Dat vervolgens het hele gesprek, want uh, uh, Yves Guillemot heeft het een beetje verklaard. Uh, helemaal gaat dan op van ja, maar we zijn heel erg goed bezig om uh, die inclusiviteit binnen het bedrijf. Dus we nee. hebben nu we hadden, we hadden 21%, we hebben nu 25% vrouwen. En kijk, nogmaals, voor mijn part zit daar 100% vrouwen. Maar als Ubisoft heeft op dit moment talent Nodig en talent is niet aan gebonden aan ras of uh, gender, talent. Je bent talentvol of je bent het niet, wie je ook bent. Maar als je op zoek bent naar uh, om, 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 zeg maar je, 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 je procenten in te vullen binnen je bedrijf, dan, dan ben je op een hele andere manier bezig. Maar, maar, maar wacht, er zit, iets anders achter, want je denkt uh, natuurlijk, kan het Iefke mogen en de donder schelen voor 21 of 25 procent vrouwen. Nee, dat mag niet dit is voor de BUNE. Nee, dit is niet voor de BUNE. Ja. Dit is om financiering binnen te halen. Dat klinkt te bizar voor woorden, maar. Maar ja. veel grote investeerders ja, op dit afgekomen, okay. veel fondsen. Die houden dus die ISG, uh, uh, Environmental Sustainability Goals. Maar ja. dus ook de verhouding man, vrouw, uh, of je transgenders hebt, werken binnen je bedrijf, allemaal dat soort shit houden ze bij. Okay. Daar komen score uit. En um, omdat die bedrijven zichzelf voor hebben genomen om heel politiek correct, gezien heel virtual signaling, alleen maar te in investeren in bedrijven die een bepaalde ESG score hebben, ja. um, uh, zie je dus dat bedrijven dat soort bullshit beginnen te signalen. Mm -hmm. En het rare is, je krijgt daarmee een hele omgekeerde wereld. Want als een bedrijf bezig is met funding binnenhalen... Ik, ik zal heel even terug naar het begin van wat een investering precies is. Ik heb dat ooit een keer geleerd... Um, de grootste, het grootste risico wat een investeerder kan lopen ja. op het moment dat hij geld investeert in een bedrijf is dat dat bedrijf die investering gaat zien als een inkomstenbron. Dus um, een investering moet altijd daar een ratio zijn naar de verwachte inkomsten. Mm -hmm. Een bedrijf wat de investering nodig heeft, zal altijd de meest krankzinnige inkomsten, uh, uh, toekomstige inkomsten. Plaatjes spiegelen ja. om maar zo hoog mogelijke investering te krijgen. De investeerder wil zo min mogelijk investeren, niet omdat hij niet het geld heeft, maar omdat hij wil, wil voorkomen, ten koste wat het kost, dat het bedrijf gaat teren op die investering ja. en op de volgende ronde en de volgende ronde en niet zich bezig ga, gaat houden met daadwerkelijk omzet en winst omzet maken. En winst maken. Ja. Nou, dat, dat probleem wordt door die ESG-bullshit, uh, wordt dat uh, door kruist. Nou, dat vind ik vreemd, Jouw. Wat bedoel, ja, nee, dus het is eigenlijk ideologisch investeren. En... Of is het angst voor? Maar dat is het, omdat we een politiek het tijdperk in zijn gaan waarbij alles politiek geworden is. Ja. Zie je dus in Amerika, kijk die grote fondsen hebben eigenlijk toegang tot gratis geld. Die mm -hmm. geldprinter staat aan. Dat kunnen die kunnen tegen negatieve rente kunnen die lenen. Mm -hmm. Dat is niet alleen gratis geld, dat is geld en er nog geld bij. Als jij ja. geld leent, krijg je er geld op toe. Maar dat is nu dus, niet meer zo, toch? Nou ja, dat dat, dat, dat is, was tot voor kort. Dat, tot voor kort, maar het ja. hangt er een beetje vanaf. Maar goed, oké, okay, in ieder geval in Frankrijk is dat nog steeds zo. Ja. Um, maar ze kunnen alleen maar investeren in een soort van ESG vriendelijke bedrijven. Dus daarom zie je dat is wat Ubisoft aan het doen is. Die heeft geld nodig, mm -hmm. dus die zit gewoon te vissen bij grote fondsen en grote investeerders en zegt van kijk eens eventjes ontzettend ons te zijn, ja. weet je. En sterker nog, ze moeten te niet doen de rel die is veroorzaakt. Ja, ze hebben natuurlijk ook volgens mij allemaal ja, alle rechtszaken nog tegen ze. Dus, ja, precies. Ja. Dus dat, dat speelt een rol daarachter. Dus als, als uh, Yves Guillemot zegt we zijn nu zo inclusief, want 50% vrouwen en weet ik veel wat voor allemaal minderheden daar aan de bak zijn. Dat heeft niets te maken met met hoe hij naar de wereld kijkt. Het heeft mm -hmm. te maken met, met, met fondsenwerving. Nee. En dat is, iets, dat is iets dat is ontzettend naar, omdat uh, daarmee uh, wordt zichtbaar hoe bedrijven omgaan met funding. Ja. Ubisoft is een bedrijf wat wel degelijk financiering gebruikt als inkomstenbron. Waar het vroeger zo was, en ik weet dat echt, uh, daar heb ik veel met mensen van Ubisoft over gesproken. Ubisoft was een bedrijf die zijn eigen financiering deed. Ja. Dus wat veel uitgevers deden, die gingen naar de bank, die leende bijvoorbeeld die wilden een game maken. En dan is een plan. Zegt van oké, okay, het kost 10 miljoen om die game te maken. Dan gingen ze naar de bank, leenden ze 10 miljoen. Nou, dat tegen weet ik veel, 4% rente, 5% rente. Dus dan moesten ze 10 miljoen plus 5% rente per jaar moesten ze terugbetalen. Die, um, uh, die rente werd dan uit de winst behaald. Dus die game moest er goed mogelijk zijn. Het, wat Ubisoft deed, uh, um, was... De, be, maar dat betekent dat bedrijven geen risico konden nemen. Dus daarom ja. kreeg je elk jaar een nieuwe FIFA. Elk jaar een nieuwe Game uh, GameX. Als het game succesvol was, dan bleven ze maar komen. Want daar zat geen risico aan. Dus de banken wa, waren bereid om te lenen. Nou, wat deed Ubisoft? Die deed hun eigen financiering. Dat kwam ja. gewoon vanuit de familie zelf. Of vanuit het eigen kapitaal. Werden die projecten gefinancierd. Wat betekent dat ze ook niet zo succesvol hoefden te zijn? Ja. Daar zou je aan kunnen verbinden. Dat ze dus creatievere projecten uh, mm -hmm. draaiden. Want... Als het niet om het geld gaat, dan gaat het toch om de creativiteit. Bij Ubisoft echter zijn ze hun creatieve talent kwijtgeraakt. De games die, die zogenaamd hun creatieve successen moesten doen, waren helemaal niet zo creatief. Zijn, waren al sowieso niet succesvol um, en zijn dus allemaal gefaald. Daarmee is hun eigen kapitaal is gewoon opgebrand ja. met bullshit. Uh, wat ze nog wel doen, zijn de, de grote de Far Cry's. En de, de hoe heet het? Uh, Just Dance zullen ze ook nog wat doen. En uh, hoe heet het? Ja, er oh, komt, er Assassin's komt, Creed, er komt gewoon niks bij. Geen probleem omdat ze in dat uh, gevangen zitten nu in dat financierings uh, financieringsvuik, ze moeten presteren. Ja. En het ding is, dat presteren wordt minder en minder en minder. Want die, die franchises zijn niet zo belachelijk sterk dat je elk jaar. Ja. je misschien een Assassin's Creed wel, dat dat verkoopt elk jaar wel wat. Maar Let's Dance heb je elke jaar nieuwe nodig? Ik weet het niet. Ja. Anyways, um, waar zitten ze nu op dit ogenblik? Daarom zijn ze zo perfect voor overname. Ze zijn door hun kapitaal heen. Ze zijn eigenlijk uh, aan het einde gekomen van hoe ze hun games financieren. De games die ze moeten financieren, die, uh, die verliezen vaart eigenlijk, die verliezen commerciële vaart. Um, ja, weet je, waar gaat dat heen? Dat gaat richting ja. een overname. En als ze het niet snel doen, dan gaat die aandelenkoers op een gegeven moment zo erg naar beneden. Nou, ik heb hem hier naar voren. Hij, uh, hij was weer een beetje boven de 48 en hij, hij schommelde. Zet hem eens weer... op de zes maanden, als je op 6M klikt daar. Nou, dan zie je. Op zich valt het nog wel mee. Het, het valt nog wel mee. Uh, maar, ja. Als je het vergelijkt met andere bedrijven die toch echt wel boven de 100, de 200 zitten. Euro. Nee, maar dat kun je niet vergelijken met elkaar. Oké, okay. het, gaat, erom, het ja. gaat om de markt. Hoeveel aandelen staan eruit? Mm -hmm. Wat is de, 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 de return ratio van het bedrijf? Weet je, hoeveel winst maken ze? Hoeveel dividend keren ze uit? En daaruit komt een bepaalde aandelenkoers. Ja. Uh, wat mensen het waard vinden. En um, wat je ziet is dat het hele tech sector nu weer heel eventjes aantrekt. Weet je? We hebben een soort van, van crash gehad de afgelopen weken. En nu trekt de hele boel weer een beetje aan. Dus ook Ubisoft profiteert. Daar een beetje van. Ja. Maar het is niet fundamenteel. Het zijn nee. gewoon mensen die zeggen hebben van hé, wie weet doet je gaat jubice of, het is nu wel erg laag. Misschien gaat het nog wat doen. Dat is wat anders dan te zeggen van hey, we zien hier dat er gebouwd wordt aan de toekomst die klopt. Met, ja. met developers, met projecten, met visie, met creativiteit. Dat staat als een huis, daar gaan we in investeren. Nee, dit is het niet. Dit is gewoon gok op de koers. Ja. Dus dat, uh, dat is wat anders. Nee, het, 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 het blijft uh, apart. Dus aan de ene kant uh, uh, de uitdaging uh, die Guillermo en, en, en zijn management heeft van het moet, het moet echt snel beter gaan. Nou, dat kan maar op één manier. Dat is gewoon goede games. Goede ja. games uh, moeten uitkomen. Dat zit hem voorlopig uh, nou ja, goed, Avatar. Maar ik vind dat een heel gewaagd product. Het kan goed zijn. Maar als die film niet Zou start... ik niet een eigen franchise hebben? Nee, dat, dat het gewoon duur is. En, maar dat vind ik ook, ik vind dat het de anti-creatieve oplossing. Nee, dat is waar. Dus dan ga je maar, als je zelf niks meer creatiefs kunt verzinnen, dan ga je maar duur verder. ...franchises uh, afnemen. Waarvan en je niet te... weet of de film succesvol wordt. Want als het een flop wordt, dan gaat de game daar ook in mee. En dat Ja, dan... maar ze betalen een per verkocht exemplaar waarschijnlijk nou, een bepaald bedrag. Okay. Dat is de deal die ze maken. Denk en ik. Assassin's Creed, dat duurt gewoon nog wat langer. En je ziet ze nu wel zijn met een ander klein Assassin's Creed projectje bezig... ...wat dan nog weer uit kan komen. Misschien een remake van deel 1. En dan ga je dat allemaal weer krijgen. Weet je wat, Ubisoft, Ubisoft heeft twee opties. De ene is gewoon bedrijf verkopen. Ja. Bijvoorbeeld aan Microsoft. Ik weet zeker dat ze dat willen. Ik weet zeker dat er gesprekken gevoerd worden. Ik denk ook hm. dat het een aanwinst voor Microsoft zou zijn. Ja. Uh, het, het mooie is dat Microsoft zo'n aankoop kan financieren vanuit een Europese budget. Mm -hmm. Microsoft heeft heel veel geld in uh, Ierland en in Nederland geparkeerd, ja. zodat ze er geen belasting in Amerika over hebben. En Ubisoft is niet zo duur. Ubisoft is niet duur, dus dat, dat, dat is een redelijk simpele aankoop. Waren het niet dat Microsoft zich een beetje zorgen moet maken over het feit of ze niet te groot worden naar nee, veel gamebedrijven. Ja, ja. maar goed. Ander verhaal: een ander uh, um, uh, scenario, en dat is eigenlijk het andere scenario. Dat is hun plan B: dat is echt met het mes door het bedrijf heen gaan, echt mm -hmm. al het vet van de botten snijden. Uh, ik denk uh, zeker 20% van het personeel ontslaan. Ja, ze hebben ontzettend veel studio's de laatste jaren geopend over nou ja, de hele wereld. Maar dat, maar um, uh, ook gewoon in een overhead. Het is nog een traditioneel bedrijf. Ja. In elk land hebben ze gewoon een vertegenwoordiging zitten. Uh, er wordt sales gedaan, er wordt marketing gedaan. Weet ik veel, er zitten allemaal best wel veel mensen. Ook, dat kennen we ook bij het Nederlandse kantoor. Nou, dat heb je een beetje over de hele wereld. Mm -hmm. Tenminste in alle landen waar Ubisoft actief is. Um, daar zou Ubisoft naar, naar kunnen kijken. En vaak is het zoiets. We hebben dat bij alle andere uitgevers ook gezien. Ja. Uh, bij Activision ook, voordat het uh, de overname kwam, zag je gewoon dat het mes uh, rigoureus ging in de kosten. Ja. En vaak gaat het ene voor het ander. Dus als er al sprake is van overname, dan hebben ja. ze: het, laten we ons bedrijf zo min en lean mogelijk maken, zodat we het ja. zo best zo goed mogelijk kunnen verkopen. Dat, ja. Hop, met het, met het mes door het personeelsbestand. En, het, en hetzelfde ge geldt natuurlijk voor die boodschap: uh, van we zijn wat inclusiever geworden omdat uh, overname kandidaten hebben geen zin om een soort van uh, probleem nog eens keer uh, tot zich te nemen. Uh, dus ja. als dat probleem ook al een beetje opgelost is, dan kunnen ze daar goede sier mee maken. Van oké, okay, jullie zijn op de goede weg. Prima, nou kunnen we het overnemen. Dus wie weet zijn ze alles nu aan het mooi maken. Um, uh, Guillem maakt dus inderdaad dat gebaar. Nou ja, goed, dan, dan kun je ook zeggen officieel uh, ook Yves vindt dat het gewoon niet goed gaat. Um, Gaan lastige maanden worden voor Ubisoft? Uh, ik hoop toch. Ik weet je wat ik niet begrijp? Ik, ja. ik, ik zij hebben op een gegeven moment hebben zij. Um, uh, hoe heet die? Uh, Ghost Recon Breakpoint. En daarvoor ja? hadden ze Ghost Recon Wildlands. Ja. En dat model van die game. dat hebben ze toen een aantal keer gedaan. Maar bij die game was het perfect. Die game mm -hmm. was zo fucking goed. Ja. En ik snap niet dat, het, uh, dat ze niet doorgaan op de successen die ze hebben gehaald. Waarom moet het wiel iedere keer opnieuw uitgevonden worden? Waardoor je op een gegeven moment of met een ja, met, met een soort mislukt project. Want breakpoint mm -hmm. was in elk opzicht mislukt. Um, terwijl de Wildlands was fucking fantastisch, weet je? Hoe krijg je het voor ja, elkaar, omdat ze om zo'n prachtige uh, game die een nieuwe weg inslaat, omdat volgens in de fik te steken? Nou ja, omdat ze de, de games en de servers, NFT's, alles hebben ze erin uh, proberen ja, te dat gooien. snap ik. En ze allemaal mislukt. Maar dat, maar, maar, maar maar dat is de dus waarschijnlijk om, van, weet je wel, van. Uh, de eerste uit, vroeger was het gewoon we maken creatieve games en we hopen dat daar gewoon commercieel succes op volgt. En nu was het opeens, er moet commercieel, succesvol, uh, de commercieel uh, succes komen. Dus het moet games as a service zijn, er moeten mt's in. Nou, weet je wat We doen er ook nft's in. Ik bedoel, als er nou iets de laatste maanden ontzettend snel is gekomen en ook Achtelijk snel weer verdwenen is, is die hele NFT-discussie. Iedereen deed het en nu doet niemand het meer. Dus wat dit... wij al vanaf dag één zeggen, dus het is maar, maar Ze zijn altijd op zoek naar vanuit marketing, van, vanuit management. Van er moet meer geld meer geld, meer geld, meer geld, want aandeelhouders en niet meer. Er moet een creatieve, vette game worden gemaakt. Maar dan heb je dus geen creatieve zwaargewicht nee. in het nee. team, huis. Zeg. Die zeggen van: Weet je wat, met je NFT's, zou de mythe nee, op. We zijn bezig met een briljante ja. game te maken. Ja. Je hebt daar jonge mensen zitten die zoiets hebben van: Ja, ik kan er wel wat van zeggen. Ik vind het kut, maar als ik dat doe, ben ik mijn baan kwijt. Ja. Ik heb, op een gegeven moment hebben we, ik weet niet of je dat kon herinneren, op een gegeven moment in Toronto, een grote Ubisoft-kantoor toen is er een, weet ik veel, er was iemand met een wapen in dat bedrijf of er was een soort, ja, er was iets. De politie en squad teams waren naar binnengevallen. en al die developers zaten op het dak, die waren gevlucht. Het hebben ze een aantal van die mensen geïnterviewd en wat je ook zag was, het waren echt serieus. Ze waren allemaal moddervet, paars haar, <laughs> genderneutraal en weet ja. ik veel. En ik had echt zoiets van. Waar is de passie van die mensen? Die hebben een passie voor iets heel anders. Ja. Die zijn bezig om een slachtoffer te zijn. En weet ik veel. Die zijn bezig met sociale gelijkheid. Of een krankzinnige ideeën die ze daarover hebben. En ik, 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 ik heb zoiets van ja, maar dat het zijn geen het zijn geen volwassen mensen. Ze zijn ja. niet in staat om, om, om een project te volbrengen. Ze zijn niet in staat om van A tot Z een, een, een creatief proces te doorlopen. Ze komen waarschijnlijk net van school af. Mm -hmm. Iedereen die wat ouder is, die, wat, die een beetje netwerk heeft opgebouwd, dat zijn dingen in Toronto. Wat Ubisoft heeft gedaan, die hebben de, 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 de provincie Quebec, hebben ze ja. laten betalen voor al die personeelskosten. Dat doet de provincie Quebec. Daardoor zit niet alleen Ubisoft daar groot, EA zit daar groot, uh, weet ik veel, THQ, dat is de allerlei soorten studio daar. Dat betekent dat je, als jij een goede developer bent, kun je overal terecht mm -hmm. en je kan nog goed verdienen ook. Dus iedereen die dat bij Ubisoft zag gebeuren, die heeft zoiets van. Nou weet je wat, ik ga wel ergens anders. Ik ga een Indie-studio beginnen. Ik, ja, ga, ja. Weet ik veel, Die gaan creativiteit opzoeken. En een plek waar ze niet geterroriseerd worden. Met, met politiek correcte bullshit. En met uh, NFT's en weet ik veel wat andere zakelijke. Ja. Ik wil zeggen. Ubisoft heeft letterlijk het, het creatieve personeel. Het onmogelijk gemaakt om te werken. Mm -hmm. En dat is iets waarvan ik zit. Dat is sowieso aan de hand in de gamesindustrie... Ik, maar weet je, ik ben gewoon een redelijk conservatieve oude lul. <laughs> Ook als het om gaming gaat. Weet je, ja. mijn smaak is gewoon redelijk conservatief. En ik heb gewoon zoiets van: ja, ik, ik, ik begrijp niet dat die, dat die ontwikkelaars dit allemaal. Dat die echt hun bedrijf laten afbreken nee, ja, ja. door dit soort kits. Ik begrijp het gewoon niet. Begrepen wij dat we weer niet van. Begrepen onze ouders dat ja, we. Niet dat van ons, dus... dat ja, zou het, heel goed kunnen. Het maar... is, een, is een generatie. Nee, maar ik, ik onderschrijf niet alles. Maar ik onderschrijf wel dat. dat uh... maar, maar je bent het toch met mij eens? Kijk, als, ik vind er altijd dat de jongere generatie zich af moet zetten tegen de oudere generatie. Mm -hmm. 100%. Ja. Maar. Als het doel niet meer is om gewoon een goed product te maken en daarmee winst te daar maken, dan ben je een. dan leek het wel. dan ben je onzin aan het doen. Maar dan dat, je, dat, 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 ja, nee, dan, dan ben je toneelstuk. Daar ben ik aan het bezig. Ik bedoel, de uitdaging moet zijn van. ik weet het beter. ik ga betere dingen maken. En dat, dat zie ik op dit moment niet gebeuren. Plus. Zij uh, zouden een Netflix serie moeten maken over de soap. die het is. om bij Ubisoft te werken. want het is een soap. Ja. Weet je? Ik bedoel, er worden in ieder geval geen games meer gemaakt. Dus. Laat ze dan in godsnaam maar een tv-serie maken. Wat voor krankzinnig ja. politiek correcte discussies zijn daarin tegen. En er is natuurlijk een ontzettend verwrongen beeld onderstaan tussen... Uh, uh, ja, hoe werk je? Wat, wat, wat zijn de werktijden? Hoe hard moet je werken? Hoe hard, wanneer is de grens dat het te hard is? Of wat, al dat soort dingen is ook allemaal heel erg moeilijk geworden. Het, maar dat, in het minst het geringste lopen en mensen dat naar is buiten. Niet, de kritiek daarop is niet onterecht. Dat is absoluut niet, niet, in, niet in alle gevallen. Maar dat heeft ook een boel creatief talent gekost. weet, weet ik zeker. Dat, ik bedoel, die prachtige documentaire met of een ja. Daarin zag je gewoon letterlijk de producent van die game, creatieve brein van mm -hmm. die game. Je zag ze allemaal met burn-out, zag je ze van het toneel verdwijnen. Ja, dat de vraag is natuurlijk altijd waar komt die burn-out vandaan? Komt het van te hard werken? En dat dat is mijn mening hoor en iedereen mag me daarop afschieten. Ik denk als je ergens passie voor hebt en en in als team heel erg op elkaar ingespeeld bent en ook echt alles Van elkaar accepteert, ondanks dat je weet ik veel, de een is dit en de ander is dat, maar je hebt ze een gezamenlijk doel waarvoor je alles wil opgeven, dan denk ik dat je keihard kan werken. Ja, uh, op het moment als er frictie is in het team en mensen gaan niet de gelijke kant op en je krijgt als creatieveling ook nog eens een keer inmenging van allerlei mensen met stropdassen die zeggen dat het zo moet en zo mm -hmm. moet, dan, dan is hard werken opeens heel erg moeilijk. Want je gaat elke dag naar huis en denkt. Oh, fuck. Dan heb ik straks weer die vergadering met die gasten en dit en dat. En dan ga je de burn-out in. En ik denk dat bij heel veel bedrijven. dat daar nu enorm veel frictie in zit. Wat, wat bijvoorbeeld de jongere generatie ziet als hoe zij willen werken. Tegen een oude generatie die denkt van zo moet er gewerkt worden. En ja. dat is wat er nu gebeurt. En. Um, ja, je hebt jongeren nodig. Want je kan natuurlijk niet uh, tot, je, tot je tachtigste doorgaan uh, developen, Het is ook goed dat jongere mensen. Want dat zijn dat weer, weer nieuwe creativiteit, nieuwe dingen. Mm -hmm. Maar dat is wel een botsing. En um, het lijkt erop dat. dat het, is, het is heel moeilijk om het door te drukken. Van, van willen op de oude manier blijven werken. Dat, dus je moet meegaan. En dat moeten dan de oude mannen. Moeten dat dan ook nog weer gaan regelen. Dat maakt het ook weer van, Want ik weet bijna zeker zo'n Yves Guillemot... Ja, goed. Als de dingen gebeurd zijn binnen het bedrijf. Waarvan je uit kunt gaan dat het gebeurt, daar was hij bij. Dus en dan gaat hij, dat doet hij ook alleen maar omdat het moet. En niet omdat hij er nou 100% in gelooft. En dat maakt het ook al fucking weird. Ja. Um, ja, het is iets waar we, en we gaan het straks ook weer over hebben bij Activision hoor, dan komen we daar weer bij terug uh, ja. maar het is, is een hele moeilijke tijd en um, ik maak me het meeste zorgen om, om Ubisoft eigenlijk, van al die andere bedrijven, of Activision maak ik me minder zorgen uh, omdat Microsoft dat bedrijf straks heeft en dan trekken ze dat wel los. Nou, ik denk, uh, ik, ik vind, en ik daar vind, is veel geld. Inderdaad, bij Activision, het, laat ik zo zeggen, er zijn nog wel titels die heel goed lopen, weet je. Ik bedoel, In Van Warzone. Warzone... ik weet niet of het nog steeds goed loopt, ik denk het eigenlijk wel. Het zal vast nog wel goed lopen. Ja. Um, en Diablo maar... gaat straks <coughs> ook wel weer lopen. Dat denk ik ook inderdaad. Ja, ja daar zit wel. Maar ik bedoel, Ubisoft die heeft pareltjes gemaakt in het verleden, ja. En die moet gewoon weer, uh, uh, dat bedrijf moet weer in het gereel gebracht worden. Ja. En ik, ik denk dat er nu iets structureel misgaat. En um, ik weet niet of Ubisoft in staat is om, om dat om tijd te keren. Ik, ik nee. zie daar niemand die daar aan de top zit. Die zegt van oké, okay, ik ga met frissen moet ga ik hier eens eventjes dit bedrijf uh, ja, dat opschonen. Is, dat, en... dat is wel vreemd. Want in het normale bedrijfsleven zie je toch bij heel veel van dat soort bedrijven. Dat daar dan een crisis er Dan wordt iemand van buitenaf ingehuurd. Ja. Om bijvoorbeeld, omdat hij de mensen niet kent en dus ook totaal geen emotie heeft om, want dat ga je natuurlijk ook krijgen. Als jij twintig jaar lang met mensen samenwerkt en dan moet bijvoorbeeld rigoureus gesneden worden, ja, dat is dat is fucking moeilijk. Nee, nou, dat kan Yves denk ik niet. Nee, en, en... maar ja, in, het, het is het is zijn bedrijf. En... Maar het probleem is, het is ook een creatief proces. Dus je hebt aan de ene kant, als jij daar een of andere, weet ik veel, een, 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 iemand hier met een soort soort drill sergeant uh, ja. stijl daar dat bedrijf gaat, uh, gaat reguleren, ja, die gaat niet een creatief creatieve cultuur introduceren. Je hebt iemand nodig, die, en je hebt een crisismanager ja. nodig die een, cult, een creatieve cultuur kan repareren. En dat is echt extreem zeldzaam. Ook als ja. je kijkt bijvoorbeeld reclamebureaus die niet meer lekker lopen, vaak misschien worden ze nog verkocht voor het klantenbestand. Maar ja. het is uh, voor de rest is het gewoon over en uit. Dat, dat krijg zo. je zelden meer goed. Ja en dat, uh, dat gaat hier misschien ook gebeuren behalve dat je zou kunnen zeggen van nou bepaalde studio's renderen misschien nog wel. Mm -hmm. Weet je, andere misschien weer niet. Ja, maar daar kun je nog, daar kun je nog zeggen van oké, okay, dit werkt wel en dat werkt niet. Nou, weg ermee. Ja, dat is ook lastig bij hun hè? Ze hebben het, het is allemaal het is allemaal Ubisoft. Het is Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft Sofia, Ubisoft uh, in India hebben ze wat dingen. Het is niet zo dat het allemaal andere Shanghai, ja. uh, andere uh, developers zijn waarbij je zegt van oké, okay, wat 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 Star uh, uh, Square Enix laatst gedaan heeft is gewoon zeg maar de helft eraf knippen en uh, hoppakee, dat mocht embracer hebben en dan ga ik door met die studio's. Dat kan Ubisoft ook weer niet doen. Dus nou, dat kan wel. Ze ja. We kunnen toch gewoon die studio's verkopen als al vraag ik me af of er nog vraag naar is. Want wat hebben nou, ze nou, mensen wel? Studio's misschien niet. Ja, mensen dat zou kunnen. Maar ja, goed dat ja. Weet je? Als je kijkt naar de vacatures gewoon, ik bedoel, elke uh, beetje publisher die lekker, of developer die lekker draait, die heeft heel veel mensen nodig. Alleen, ja goed, je moet maar net in de buurt wonen of ja. willen verhuizen. Dus goed, maakt niet uit. Uh, ik ga even naar het volgende. Uh, nou, la Laat ik even één overslaan. Uh, ook, uh, maar ik, ik ga dan toch maar meteen even de Activision. Hebben we dat, uh, uh, dat namelijk uh, gehad. Uh, ja, is het verrassend. Nee, het is niet verrassend. Er is een stemming geweest, uh, want het moet bij shareholders. Uh, die moeten dan af en toe even uh, stemmen van uh, wie blijft er in de boord. Nou, je ziet hoe blij die is, man. Ja. Hij mag weer een jaar blijven. Zijn kleine kraal ja. oogjes glinsteren van geluk. Hij mag gewoon weer blijven, weet je wel. Ja. En uh, beneden staat ook even kijken... Uh, nou, dit is van Kotaku. Kotaku is behoorlijk uh, geradicaliseerd, moet ik, uh, moet ik zeggen. Maar goed, anyway, dit is een heel negatief. Ze vinden het natuurlijk belachelijk. Uh, 607... Nou, in ieder geval, dit, uh, dit is het aantal votes. Uh, dat zijn dus dat zijn aandelen. aandelen. en uh, dit miljoen, was dus uh, wat voor heeft gestemd ja. tegen uh, uh, slechts 62.000 of 62 miljoen tegen um, ja um, ik denk persoonlijk van je kan het heel raar vinden van ja weet je die, die, die ik ik heb ook niet heel veel passie of heel veel voor op met Bobby Cottage. Uh, ik vind het een, een apart type, laat ik het gewoon even netjes houden. Maar daar uh, gaat het niet om. Maar daar gaat het in deze deel. Kijk, wat, wat er denk ik denk op dit moment gebeurt... is dat aandeelhouders die willen gewoon graag dat het verkocht wordt aan uh, Microsoft. Precies, de Microsoft-deel moet. Als hij daar niet zit, hoe gaat de Microsoft deel dus dan uit? Laat hem er lekker zitten. Uh, wij stemmen het allemaal en uh, dan mag Microsoft het smerige werk opdoen en die hakt deze gasten waarschijnlijk dan binnen een half jaar. Nee, en... hij, hij gaat weg. Uh, op een gegeven moment om de. Hij, hij moet waarschijnlijk de, de transitie volbrengen. Nou, dat dat gaat hem nog. Weet ik veel. Twee, drie jaar. Uh, kosten, dan is dat bedrijf volledig geïntegreerd in, ja. uh, in Microsoft uh, en dan gaat hij weg. Dat zit, uh, ik, hetzelfde met Todd Howard bij Bethesda, ik weet zeker, die heeft ook gecashed met die overname, die gaat gewoon op een gegeven moment gaat weg, dan, dan loopt ja. dat contract af en dan hebben ze hem niet meer nodig. En dat geldt voor Bobby Curtis ook. En ik weet zeker dat hij een prachtig huis ergens in de, uh, het Pas. Caribisch gebied op een mooi eiland heeft gekocht ja. en dat hij gewoon zoiets heeft van, ik ga zo meteen lekker met, uh, met pensioen en dan ga ik daar zitten en volgens mij is het uit met die Sheryl uh, Sandberg of zo, weet ik van zijn vriendin die nou, je, maar je geld op... uh, vind je altijd wel weer een ander denk ik. Daarom, ik denk dat hij ook, het is zoiets ja. van, die heeft een paar leuke Oude snoep jonge jonge gietjes op het ogen. En door. Die uh, die vliegt hij in naar zijn daar zijn naar zijn tropisch huis en daar, ja, daar dan moet je, op, je me oppassen daarvoor. Op, We wel even goed de leeftijd checken, anders ga je daar ook weer uh, ja, ja, een nat op. Ja. Uh, inderdaad, ik denk ook van, ik bedoel, Kotako gooit weer heel veel uh, emotie bij. Hoe kan het dat dit? Het is gewoon business, weet je wel? En op het moment als hij nu wordt weggestemd, dan weet het aandeel, dus ook dan wordt het een grote puinbak. Gaat mijn aandeelse uh, prijs om mij uh, omlaag en. Uh, wil ik niet. Ik wil gewoon geld verdienen. En um, dus denk er ook niet te veel over. Hij zal op een gegeven moment met een zachte trom, met een stille trom. Mm -hmm. vertrekt. vertrekt hij door de achterdeur ja. heen. Ja, en um, blijft ze nog aan als adviseur nog Ja, e precies. Het het, ja. Uh, goed, uh, dan <tie> vond ik een heel interessant uh, stukje, wat ik eigenlijk nog heel weinig heb teruggezien. Uh, het is ook een, het is een claim. Het is een klokkenluider. Uh, we weten allemaal cyberpunk. Uh, zat vol met bugs bij de uh, launch. En allemaal hebben wij ook tijdens de piepshow uh, 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 zitten nadenken over van hoe kan het in hemelsnaam dat ze die bugs niet hebben gezien. Ik bedoel, als ik het al zie, er uh, zaten er zoveel in, dat moeten ze zelf gezien hebben. Nou, wat lijkt nu gebeurd te zijn, dankzij een klokkenluider die waarschijnlijk dus bij dat bedrijf zat, CD Project Red werkt met... Een bedrijf en dat bedrijf heet. En, uh, God, die, had die klote reclame is altijd bij die, die sites, jongen. Um, even kijken, kan ik vinden waar dat bedrijf. Quantic Lab. Quantic Lab. Quantic Lab. Uh, dat is gewoon een bedrijf, die kan je inhuren en die heeft daar uh, heel veel. Uh, jongen, jongen, jongen. Het is niet te geloven dit. Uh, die heeft daar heel veel van die uh, jongens en meiden zitten en die testen gewoon games voor je. Dat is gewoon, uh, ja, het is gewoon, het, gewoon, een, gewoon een fabriekje en uh, daar stuur je je games naartoe. En dan komen ze elke dag met een hele rapport aan allerlei bugs die ze hebben gevonden. En wat blijkt nou, dit bedrijf heeft eigenlijk een beetje lopen marsanderen. Ze hebben eigenlijk uh, te weinig, ze hebben heel veel bugs niet doorgegeven. Ze hebben uh, om toch maar, maar ze moeten blijkbaar een kwotum halen. Elke dag uh, uh, het, het aantal bugs wat ze aanleveren. Ze hebben gewoon fake bugs aangegeven. Bugs die er niet waren, waardoor gewoon het hele proces vastliep bij CG Project Red. Maar uh, weet, weet, weet je wat ik daar, wat ik aan dit verhaal, want ik heb ook die video gezien van ja. uh, uh, Upper Echelon Gamers. Ik vind hem super tof trouwens. Ja. Uh, hij heeft een tof YouTube-kanaal. Um, mijn probleem hiermee is dat uh, oké, okay, als dat uh, Quantic Lab niet mm -hmm. functioneert, nee. dan is het de taak Zeker. Uh, van uh, CD Project Red om direct dat contract op te schorten. Ja. Uh, dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn erin meegaan. En je gaat mij niet vertellen dat als uh, CD Project Red wordt overstort, met nutteloze uh, reported bugs. Mm -hmm. Dat er niet een developer intern bij CD Project Wet aan de bel trekt. En zegt van, luister, we krijgen uh, x aantal bugs per dag. Dat is heel erg veel. Krijgen we binnen. We kunnen het niet repareren. Het is allemaal bullshit. En er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze bullshit. En de game-breaking bugs. Uh, de, dus met andere woorden, het niveau van het werk. Wat uh, dat uh, quality assessment bedrijf levert. Is niet goed genoeg. Nee. Nou, dat is. Um, ik, uh, ik ben het met je eens uh, hierin. Um. Dus het, dat bedrijf niet functioneert, snap ik. Maar dat ja. CD Project niet in, ingrijpt, snap ik niet. Want dit is gewoon je bedrijf, je, je flagship, title, ja. je aandelenkoers, alles naar de haaien. Omdat je gewoon niet normaal ingrijpt. Ik denk uh, dat het gewoon een en verhaal is. Ik denk uh, dat dit inderdaad bijgekomen uh, uh, is. Aan de andere kant, uh, CD Project, als ze het hebben geweten, uh, hebben ze nog steeds gezegd dat het gewoon verrassend goed liep op de consoles. Wat niet waar was. Dat hadden ze zelf ook wel kunnen zien. Um, CD Project Red zat ook gewoon uh, overloaded. Die, die konden het op een gegeven moment ook niet allemaal meer volgen. En uh, hebben dat gewoon op hun beloop laten gaan. Uh, ja, maar ja, dat, dat, nee, dat is niet dat, goed. Als je dat doet, dan is dit het resultaat. Nee, dat en je is ook zo. Fuck? Um, het is wel bizar. Uh, het, het grappige is dat heel veel Q&A en dit is, dit is de, de, dat is de Q&A afdeling feitelijk is ook weer outsourced. Hè? Dat zat eerst bij bedrijven. Dat zijn de laagst betaalde. Nee, het is Q&A. Het is Q&A it, sorry, assessment. It ja, Q questions and answers. Um, dat, dat zijn de laagst betaalde mensen altijd bij, bij binnen zo'n bedrijf. Er die, die, die zijn... was altijd een handvol stagiairs die gewoon aan het gamen waren in de kelder. Ja. Weet je, dat was het vroeger altijd. Maar, maar het was wel intern. Dus ze werden eigenlijk bij dat proces zaad, waren ze ingekapt. Het is allemaal outsourced. En met outsourcement haal je natuurlijk ook wel weer risico's ja. in huis. Ik uh, bedoel, een van de klachten was dat, ze, dat, dat het beloofd zou worden dat het seniors zouden zijn. Nou, blijkbaar heb je dus ook senior testers. Luister, en... Dit is dat ah. al oude gezegd. If ja. you pay peanuts, you get monkeys. Dat is ja dit om te doen is, weet je? Ik wil ze hebben gewoon een stel losgeslagen uh, uh, idiots zijn met die game aan de gang gegaan. Die hebben, die moesten een aantal bugs per dag rapporteren. Ja. Dus uh, uh, zijn ze dat gaan doen? Uh, ze zijn niet, ze hebben hun werk gewoon niet goed gedaan. Nee. Ik kan me voorstellen dat Quantum Labs of uh, dat dat nooit meer aan de bak komt. Um, kijk, zij moeten ook op hun cv zetten dat ze Cyberpunk uh, ja. 2077 hebben. Ja, die zijn er nu kwijt. Hebben. Ja, natuurlijk. Maar, <laughs> maar dat, is een, dat is geen reclame, weet je. Nee. Dat je gewoon een kut uh, project hebt gedraaid. Ja. Um, ja, daar, daar hoef je niet trots op te zijn. En daar ga nee. je echt geen nieuwe klanten mee binnenhalen. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat bedrijf... Uh, dat lukt niet. De, de, nee. Je kunt je afvragen waarom... zijn ze niet van, de, uh, van het project afgehaald. Uh, het zou mij niet verbazen... als op een gegeven moment duidelijk wordt... dat de eigenaar van Quantic Labs... Was weer een vriend van een de vriend. vriend van de broer... van ja. de directeur van... Uh, weet je, zoiets gaat het zijn. Zoiets, het is vaak wel iets lulligs. Natuurlijk is het, ja. ah, is ja. het zoiets lulligs. En dat uh, betekent ook weer... dat, dat Weer terug naar CD Projekt Red. Dat bedrijf is niet professioneel genoeg. Nee om dit soort grote projecten op te leveren. Ja. Uh, dat betekent dat ze ook niet professioneel genoeg zijn om hun investeringen en hun aandelenkoersen te rechtvaardigen En uh, daar moet je als aandeelhouder zorgen over maken. Als ik aandelen zou hebben wat ik niet heb van uh, CD Project Red, uh, dan zou ik ze verkopen nu ik dit zou horen. Oké. Okay. Dus ik denk dat dit een flinke ja. uh, dip in uh, in 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 hun aandelenkoersen moet gaan. Even kijken of dat inderdaad zo is. Even kijken hoor. Uh, Nee, het is een Dok. beetje omhoog gegaan. Ik I, 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 heb ernaar gekeken. Oh, je hebt, hebt ernaar gekeken. Shares. Maar ik denk dat dit nieuws nog niet is doorgedrongen. No, 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 no. Even kijken. Ho, ho. Kijk eens eventjes. Als we kijken naar één uh, maand. Uh, ja, het is wel laag gegaan. Het staat nu op. 93 Poolse fluppies, als het ware. 93 slotties. Ja. 93,6. Ik zou zeggen Microsoft, ja Microsoft kan niet alles kopen, maar... Uh, nee, hmm. maar dit, dit moet je niet kopen, nee. weet je. Dat is gewoon, uh, dit bedrijf is niet klaar uh, voor zoiets. Nee. Uh, ik heb hem trouwens op 94.3 slotjes staan. Nou ja. ik heb Dat zijn de futures namelijk, dus dat ja. zegt wat over de ja, je prijs waar je Je ziet wel inderdaad hier uh, 13 april 2022. Oh, dat is nog, nee, ze zijn nog na... Nee, de er de, 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 de wordt nu. We zien ook wat volume aan de, aan de verkoopkant. Dus de aandelen worden nu verkocht. Ja. Uh, ik denk omdat dit nieuws is nu aan het doorbreken. Dit, dit, is, dit is heel recent. Die video's van gisteren volgens mij. Ja. Uh, dus ja, dan zie je dat dat nu. Uh, um, dat dat nu gebeurt. Ja. En altijd gevaarlijk, klok, luiden. Ik bedoel, ook dat zou je eigenlijk goed moeten uitzoeken. Want weet je weet ook... wat ik uh, belangrijker ja. vind? Als je kijkt naar nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dagen geleden. Ja. is uh, heeft de koers een enorme uh, val gemaakt. Oh. Toen is iets van 107 slotties. Mm -hmm. uh, in één keer boom naar uh, ja, wat zal het zijn? Ook, ook rond de iets, iets boven de 90 uh, slotties gegaan. Um, en ik denk dat dat de voorkennis was van dit nieuws. Zou kunnen, ja. Um, Meestal doen ze horen en wederhoor en dan, dan weten ja, nou, het, ja. Dit, 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 er is iets, er is vast wel wat gelekt hierover, ja, dus dat, okay. uh, ja, maar goed. Um, de Embrace Group. Ja. Flink aan het kopen geslagen. Uh, heel eigen uh, visie erop. We hoeven geen AAA blockbusters. Wij kopen gewoon IP's op. We, we doen een, een gezonde verwachting hebben we erover uit. Uh, het, ko het kostenproces wordt erop aangepast. En dan kunnen we toch nog met z'n allen. Hè, met al die franchise kunnen we een hartstikke leuk inkomen doen. Ehm. Um, de CEO Lars uh, ja, Die had een tweet en die vond ik wel opmerkelijk. Want het is een klein beetje een sneertje. Na Square Enix. Uh, we over, ze hebben natuurlijk uh, een aantal. Uh, met name westerse IP's overgenomen. Zoals Tomb Raider, Deus Ex en Thief. En hij zegt. We will take good care of the people. The IP's. and if we set reasonable expectations. I think we we'll also be happy with the financial performance. On this. dit is natuurlijk een sneer naar Square. Ja. Omdat uh, ja, Square was met 6 miljoen. waren ze toch bijzonder ontevreden. Uh, die hebben eigenlijk... 6 miljoen verkocht ja, van, Tomb van, van Tomb Raider, ja. ja. Uh, die hebben toch eigenlijk potentieel prima IPs. Hebben ze een beetje stuk laten gaan op. On, um, ja, eigenlijk ja, onhaalbare verwachtingen. Ideële ja. verwachtingen, en uh, ik ben heel benieuwd hoe. Embracer, uh, want ze gaan echt, geloof ik, 300 games uitbrengen de komende 4, 5 jaar. Het is enorm veel games maken die, mm -hmm. maar allemaal met een heel ander, niet zozeer business model, maar een soort andere verwachtingen. Dus gewoon ja. een miljoen is prima of 2 miljoen is prima. Het hoeft niet allemaal 10, 20, 30 te zijn. Um, ze zijn niet op zoek naar die grote klapper en. Square, ja, die is nu heel erg met dat Final Fantasy bezig. Um, ik snap daar helemaal niks meer van, want ze gaan van links naar rechts met die aantallen. Um, Sony betaalt, denk ik, ook wel wat, want een deel is. Uh, want met name Final Fantasy is natuurlijk gewoon uh, in ieder geval nog console-exclusief. Uh, maar dit is natuurlijk een beetje een sneertje. En um, ja, goed, ik weet te weinig van Embracer, maar ik. ik ik vind hun manier van werken namelijk ook gewoon weer die van het hoeft niet allemaal Fortnite te zijn of uh, ook een ja, Het is IP... heel verfrissend. Is echt heel verfrissend. Ja, een een oude franchise van Thief waar misschien uh, op, op de wereld 5, 6 miljoen mensen ontzettend veel plezier aan hebben. Waarom maak je daar niet een nieuwe game voor als je dat ook die kosten gewoon daarop baseert? Nou, ik zeg ik zeg je het is een beetje een gok hè, wat wat deze Lars Wingenforce aan het doen is. Zeker. Uh, maar hij is al een tijdje is hij ermee bezig. Ja. En zijn idee is van uh, haalt de financiering binnen om eigenlijk zoveel mogelijk gamepartijen die kwalitatief Hoogwaardig, uh, uh, productie draaien uh, om die binnen zijn huis te halen. Um, als het werkt wat hij doet, hè, mm -hmm. het zou zomaar kunnen werken, ja. dan is dit echt een. Uh, dit, 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 dit is een, dit bedrijf is een parel. Ja. Maar je weet niet zeker of het gaat werken. Nee, nee. nee. Kijk, het is, je het gevaar wat hij loopt, is dat op een gegeven moment de, het zo log en zwaar is, mm -hmm. en of er het zo hoog is, dat hij uh, alle uh, projecten die niet. Echt flinke winst draaien, die betalen dus uh, of die moeten betaald worden door de winsten van de projecten die wel. Ja. Dat is eigenlijk hoe de hoe de uh, platenindustrie vroeger uh, mm -hmm. onderuit gegaan is. En en Brezer Groep loopt dat risico. Zeker. Maar als het ze wel lukt om dit goed aan te sturen is en te zorgen. Voor heel veel. Echt, het is een voorbeeld voor iedereen en met ja. name Ubisoft, weet je. Ubisoft had dit kunnen doen. Ja. Um, maar goed. Um, wat ik ook knap vind is dat dit bedrijf uh, officieel volgens mij in Zweden gehuisvest is. Mm -hmm. In Zweden is het the woke capital of the world, als het ware. Ja. Dus de problemen die je ziet in, in Amerika en in Canada en zo... die zouden ook zeker in Zweden zich voor moeten doen. En toch hoor je er niks van. Nee. Toch worden die bedrijven goed gerund. En ik denk dat dat te maken heeft... dat hebben we eens eerder gezien in een interview van Lars Wingefors. dat hij uh, heel erg al die studiootjes op eigen benen laat staan... hun ja. eigen projecten laat draaien, ze hebben hun eigen dynamiek. Dus er ontstaat niet zo'n soort van... als het boven even kut gaat, dat dat zich als een olieflek... dat vergift zich door het hele bedrijf verspreidt... Dat is de fout die Ubisoft heeft gemaakt. Ja. Al die bedrijven in datzelfde pand in Toronto is ook een risico. En wel hier, hierom is het een risico. Um, dus ja, eerlijk gezegd, ik ben, ik ben heel enthousiast over de Embracer Groep. Ik denk dat wat uh, um, ja, THQ, of zoals vroeger het THQ, nu dus Embracer, wat die aan het doen zijn, um, ja, ik denk dat dat eigenlijk een heel natuurlijke antwoord is op het in elkaar storten van die markt. Ja. Alle parels worden er uitgekocht door een partij die een klein, weet je, je hoort toch die falen. Bijvoorbeeld dat Bill Gates is nu landbouwgrond aan het kopen. Ja, ja. Maar dat lees je ook niet in de krant, weet je. Ja. Dat is je heel erg onder de radar. Is hij dat allemaal aan het doen? Het zou me niet verbazen als er een hele grote financiële partij achter die Lars Wingerforce zit. Ja. Die gewoon zorgt van, weet je wat? Die, 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 die hele games industrie staat op instorten. Het is nu volledig ondergewaardeerd pik jij eventjes al de die paardjes eruit. Ja. En dan gaan we daarop gaan we een nieuwe toekomst bouwen. Het zou zomaar kunnen. Het uh, ik ben heel benieuwd. Het is de enige partij die tot nu toe volgens mij ook met Bandai Namco heeft gezegd dat hij de games komt staat met uh, met THQ Nordic en met Embracer ja. en met Koch Media. Dus uh, ja, nou, ze hebben natuurlijk ook gewoon shitload aan games en die andere bedrijven hebben op dit moment. Wat zijn 14.000 medewerkers nu of 20.000? Ja, het, ik weet Het, niet het is top. het is eigenlijk als je alle qua games en release is misschien wel de grootste publisher Ter wereld op dit moment met, met 300 games, geloof ik in de komende ja. jaar. Uh, eigenlijk wat al die andere partijen allemaal hebben afgestoten. Hè, dat steeds maar bouwen op twee of drie franchises. en die moeten dan alles doen. Uh, gaan zij weer gewoon alles spreiden. En gewoon uh, ja, budgettering uh, gaan ja. ze gewoon in de gaten houden. Ik uh, ben heel benieuwd. Uh, wie weet horen we er wel wat over in het uh, piepshow van volgende week.